Juan fue, la otra Juan, aquí en la casa. Por toen heeft die man, die andere zus, die hier weer gehouden, hè? Die andere zus, de hand weggeslagen. Dat is wat er nog? No, man, ben de saca, de tu meisje con el loktu. Mhm. Oh, dus veel manieren die heeft hij gewoon naar boven geschoten. Ja. Ja. En toen in de vagina. Ja, ja. 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 Heb je het gevoel dat de politie de zaak goed heeft aangepakt toen? Ik heb een schok toen, want dat is ook een kantoor. Ik heb een schok. Plakkaman, zolang ik hier. Ja, want waarom? Ik vind dat goed toen, want dat is ook een kantoor. Ja, maar hij staat in het Dominicaanse, zei ik kom naar Kondre, is trilletier. Papier. Dominicaans is niks waard hier, bedoel ik. Ja, dat is toch... Hè? Ja. En hoe wist je dat hij het was? Hij wist dat mij. Hij wist dat mij. Na man ben de weer is en al wie is of naast zelfs. Het haar. Wie die? Ja, naast zelfs is. Je hebt hier geen twijfel over. Dit is helemaal zeker dat hij het is. Dat is Engels, Spanje, Hollander. Maar ik vind het zeker. Jawel. Ja? Ja, fijn. Die sap zeker. Ja, dat mag. Hoe zou je het vinden als hij alsnog gepakt wordt hiervoor? Ga je op hier echt een scoop te sorteren? Dat boem. Dat boem. Ja? Ik ga een beetje naar de kutje. Dat is twee kinderen. Weet je nog hoe haar naam was? Die staat bij mijn partje. Ja, Tamara. Tamara. De vrouw laat ons zien waar Nolti Tamara doodschoot. Een moord op een anoniem Dominicaans hoertje. Daarom heeft het waarschijnlijk nooit de krant gehaald. Dat is niet echt een kerstverhaal. Het kogelgat zit nog in de muur als stille getuige. Dat was dus niet zomaar een incident, maar een uiterst laffe moord op een weerloze vrouw. Puur en alleen omdat meneer Welsh zich beledigd voelde, aangetast in zijn eer. De prostituee die hij neerschoot is een allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar het bleek te laat. Ze stierf. Haar lichaam is overgebracht naar haar familie in de Dominicaanse Republiek, waar ze is begraven. De politie start een onderzoek, maar Nolti Welsh is er al lang niet meer. Hij zit hoog en droog in Nederland, waar niemand hem iets in de weg legt. Na verloop van tijd echter waant Nolti zich zo veilig dat hij het presteert om weer terug te keren naar Suriname. Een nogal hachelijke onderneming, want hij wordt hier immers gezocht door de autoriteiten. Waarschijnlijk heeft hij dat via buurland Frans-Guyana gedaan. Het is een beproefde sluiproute voor Surinaamse criminelen om het land ongemerkt in en uit te reizen. Frans-Guyana behoort staatkundig tot Frankrijk en een vlucht van Parijs naar dat land wordt als een binnenlandse trip gezien. Van Frans-Guyana is het vervolgens een koud kunstje om met een bootje de lange, onbewaakte grensrivier met Suriname over te steken. Uit ons onderzoek blijkt dat Nolti terugkomt omdat hij geld nodig heeft. Hij wil een stuk land dat in het bezit is van zijn Surinaamse familie verkopen aan een achterneef van hem. Dat is Kenneth Vient. Deze 30-jarige achterneef woont eveneens in Nederland en is voor de deal ook overgekomen. Tijdens de onderhandelingen over de betaling van het stuk grond gaat het mis. Er ontstaat ruzie. Een vete met fatale gevolgen die wel de kranten heeft gehaald. In de oude knipsels in het krantenarchief lezen we dat Nolti Welsh toen al direct als enige verdachte gold.
Je zou verwachten dat Nolte zich na zijn stiekeme terugkeer in Suriname koest zou houden en zich behoedzaam zou bewegen, omdat hij zich natuurlijk realiseerde dat hij ieder moment kon worden opgepakt voor de moord op het hoertje in 1999. Maar die wetenschap weerhoudt hem er kennelijk toch niet van om 5 jaar later, in 2004, bij een winkel op klaarlichte dag, terwijl de klanten in en uit lopen, een vete met zijn neef te beslechten. Hij jaagt hem een kogel door het hoofd, terwijl die in de auto zit te wachten, en gaat er vervolgens vandoor. Een tweede moord, maar ook een tweede vlucht. Want Nolte neemt opnieuw de wijk naar Nederland, waarvan hij weet dat er maar toch geen strobreed in de weg wordt gelegd. Op 2 april 2004 wacht Nolte naast een winkel in Paramaribo Kenneth op. Deze komt net aanrijden in zijn auto. Dit is die plaats delict aan de Andrewstraat. Een buurman is een van de ooggetuigen. Goedemiddag, spreekt u Nederlands? Zo'n beetje wel. Zo'n beetje wel, oké. Okay. Mijn naam is Peter de Vries. Ja, ja. We komen van Holland. Mm-hmm. En we zijn bezig met een onderzoekje naar een moord die hier heeft plaatsgevonden. Klik, ja, ik was toevallig hier in de buurt. Kunt u nog eens vertellen wat er gebeurde? Nou, wat die twee mannen precies eigenlijk hadden, weet ik niet. Maar mijn idee is dat die ene man die andere moest betalen. Ja. En wat gebeurde er dan? Want waar stond u toen het gebeurde? Nou, ik was hier. Ja? En ze stonden daar op de hoek bij de winkel. Ja. Die ene is gekomen, die is wat heeft geschoten. Ja. Hij vroeg om zijn geld op wat. En die andere heeft hem zo gestoten. Toen heeft hij gelijk zijn pistool getrokken en op geschoten. Maar zat die man niet in een auto dan? Hij zat dan? In zijn auto, ja. En u zag dat hij schoot? Dat zag u ook? Die andere? Ja. Ja, automatisch heeft hij schot en zo. Ja. En kende u die ook? Ja, ik ken hem ook. Ja, Nolte. Ja. Ja, die ken ik ook. Ze zijn allemaal van de buurt. Ja. Maar er is dus geen twijfel over mogelijk dat Nolte dat gedaan heeft? Zeker niet. Nee. En wat deed hij na dat schot? Wie? Nolte. Hij is weggereden. Hij is weggereden. Ja, ja. En weet u hoe het met hem is afgelopen? Nee. Hij is nooit gepakt, hè? Nee, ik hoor dat je Nederlands zit. Ja. Dan ben je veilig, hè? Toch? Zo waren beide Nederlanders, hoor. Wat? Waren ze beide geen Nederlanders? Ja. Nolte Welsh, een 40-jarige man die inmiddels gewoon weer frank en vrij in Amsterdam woont en nooit is gearresteerd, laat staan berecht voor zijn gruweldaden. Hij wordt verdacht en officieel gezocht voor 2 moorden... waarvan wij binnen een paar dagen ooggetuigen wisten te vinden. Maar toch wil de Nederlandse politie hem niet oppakken. Zelfs niet nadat er expliciet op zijn aanwezigheid werd gewezen door een tipgeefster in Amsterdam. Toch? En dat is uitermate merkwaardig. De toen 30-jarige Kenneth Vient werd dus op klaarlichte dag midden op straat op deze plek gewoon door zijn hoofd geschoten. Een afrekening compleet met ooggetuigen en een bij de politie bekende dader. Het zou in Nederland moeiteloos de voorpagina's van de kranten halen. Maar het lijkt wel of men in Nederland een moordenaar alleen interessant vindt als hij in Nederland een moord heeft gepleegd. Alsof een moord in Suriname minder erg is. En alsof deze agressieve, licht ontvlambare moordenaar, in dit geval zelfs dubbele moordenaar, in Amsterdam geen gevaar voor zijn omgeving vormt. Kenneth Vient overleeft de moordaanslag aanvankelijk miraculeus. De kogel heeft zijn hersenen geraakt, maar kan niet worden verwijderd. Kenneth raakt zwaar invalide. Uiteindelijk sterft hij na 5 jaar in november 2009 aan de gevolgen. Kenneth laat 3 kinderen achter. Op een half uurtje rijden van Paramaribo in het dorpje Onverwacht woont de moeder van Kenneth.
Ze wordt door iedereen Tante Lexie genoemd. Ze kent moordenaar Nolte heel goed. Hij groeide samen met haar zoon op. Ze heeft hem zelfs die fatale 2 april 2004 nog gesmeekt om Kenneth met rust te laten. Hallo. Een van die dagen is Nolte naar me toe gelopen. Heb ik hem gezegd, zeg. Jullie zijn vanaf kleins opgegroeid hier. En waarom moeten jullie als vrienden en ken het liefst zo goed met je, zei ik hem. Dan waarom moeten jullie ruzie maken nu? Laten jullie dat ding doen, zei Nolte. Is goed, vrouw Lexie. Is hij vertrokken van mijn moeder daar. En na een paar uurtjes heb ik gehoord dat hij Kenneth heeft geschoten. Kenneth is in zijn hoofd geraakt. Ja, in zijn hoofd. Ja. Ja. Wat heeft dat teweeg gebracht? Wat heeft dat gedaan? Ja, heel veel. Want Kenneth kon niet meer zien. Hij kon ook niet meer lopen. Hij was invalide geworden, 5 jaren lang. Dat zei hij zelf dat er was gebeurd. Waarom had Nolte hem geschoten, yes, dacht hij zelf? Nee, al vraag je hem, gaat hij zomaar, want hij was ook niet meer bij. Zijn hersenen waren aangetast. Dus als je hem zo vraagt, gaat hij je heel wat anders antwoorden en zo. Ja, hij was erg aangetast daaraan, om die schot. En hij is 5 jaren, een stuk van die kogel was nog in zijn hersenen gebleven. En daardoor is hij ziek geworden, want dat was dat ding ontstoken. En daaraan is hij uiteindelijk overleden. Overleden, ja. Ja. U heeft daardoor dus ook 5 enorm zware jaren gehad. 5, hè? Ja, echt waar. U heeft hem als een kind moeten verzorgen. Ja, als een kind, ja. Dus hij was 3 jaartjes in Nederland vanaf dat ding. En na die 3 jaartjes is hij 2 jaartjes hier bij mij gebleven. Moest ik hem voor zo, alles moest ik voor hem doen. Hij kon eigenlijk niks meer? Niks, nee, ik kon niks meer doen. Wat deed het met u en de familie dat hij nooit is gepakt? Ja, erg. De hele familie vond het wel erg dat Nolte zoiets heeft gedaan. En dat is hij nooit gepakt. Nooit een dagje achter de zon. Je hebt wat gedaan, je moet ervoor gaan boeten dat hij het niet meer mag doen. Ja. Want of hij zo rondloopt, hij heeft wat gedaan en hij roept gewoon rond, dan kan hij iemand gaan schieten en dan loopt hij nog vrij. Maar hoe kan het dan dat hij nooit gepakt is? Want iedereen in Suriname weet dat hij het heeft gedaan. Ja, hoe kan dat? Hij is gelijk naar Nederland gevlucht. Hij is gelijk naar Nederland gevlucht. Maar dan kan hij toch in Nederland gepakt worden? Ja, want hij is Nederlander, heb ik vernomen. Dan loopt hij toch nog rond. Nee. Ik hoop dat het goed komt. En zolang hij zijn straf niet uitzit, voel ik me niet gerust. Zoveel pijn hij me heeft gedaan. Eindelijk is het maandag. De dag dat we met veel pijn en moeite een afspraak konden regelen met een woordvoerder van de politie in Suriname. Het is mevrouw Krishna Mathura. Ze is zowel politiecommissaris als hoofd van de justitiële dienst in Paramaribo. Hoe kan het toch dat het zo dramatisch misgaat met de samenwerking met Nederland? Dat wij als eenvoudige journalisten zomaar 9 gezochte voortvluchtige criminelen wisten op te sporen, waaronder 3 moordenaars, en dat niemand ze lijkt te willen oppakken. Wij hebben in vrij korte tijd op eenvoudige wijze 9 voortvluchtige gezochte Surinaamse criminelen in Nederland opgespoord, die daar gewoon leven. Vaak meestal onder hun eigen naam, die geen strobreed in de weg worden gelegd, die van niemand iets te duchten hebben. En daar zitten 3 moordenaars bij en 6 mensen die voor zware drugsdelicten, geweldsdelicten worden gezocht. We hebben deze meneer. Die is veroordeeld, meneer Errol,
voor 20 jaar wegens moord. Een gruwelijke moord waarbij hij iemand van heel dichtbij met een jachtgeweer door zijn hoofd heeft geschoten. Die woont.